Misschien kennen jullie hem wel. Het is Merlijn Twaalfhoven. Hij is componist, maar hij noemt zichzelf ook cultuurondernemer. En nou, dat nieuwsgierige, dat trekt hem ook in zijn werk. Niet alleen maar in het maken van composities, maar vooral ook in nieuwsgierig zijn naar hoe professionele muzikanten kunnen samenwerken met deelnemers van de straat, zo zou je dat kunnen zeggen. Hij kiest daarbij ook voor zijn composities niet alleen maar het concertgebouw, maar ook vaak een beetje ongewone locaties zoals scheepswerven of nou ja, hij is net ook in Jeruzalem geweest bijvoorbeeld. En wij hebben Merlijn vandaag gevraagd of hij ons wil meenemen op zijn culturele reis, maar ook zijn muzikale reis, die hij niet alleen in Nederland uitvoert, maar dus ook in heel veel andere landen. En misschien wel leuk om nog even te zeggen, hij is dus net terug uit Jeruzalem en heeft nou, een maand geleden net de Hogenbijlprijs gewonnen. Hè? Dat klopt toch? Ja, ja. Hartelijk applaus voor Merlijn Twaalfhoven. Goedemorgen allemaal. Ik wil jullie heel graag als eerste een klein stukje muziek laten horen. Of in ieder geval het geluid laten horen. Ik heb Joost daar neergezet. Hij heeft een aantal knopjes. Klinkt het bekend? Heeft iemand een componist? Je hebt ongetwijfeld wel eens gehoord in de concertzalen dat het orkest aan het inspelen is, aan het warm draaien. Iedereen zit dan een beetje te praten, mensen luisteren helemaal niet. Dat is heel raar. Dan komt er een moment, dan zijn mensen hun instrument aan het stemmen. Luistert ook niemand. Dan komt de dirigent op, die maakt een buiging, krijgt een applaus en ineens is het helemaal stil. En dat is eigenlijk heel maf, want wie bepaalt nou dat, zeg maar, dat eerste klanken, die eerste muziek, dat niet is om naar te luisteren? Terwijl als de man gebogen heeft, dat het vanaf dan wel is om naar te luisteren. Heeft iemand dat besloten of bepaald? Nou, ik weet het niet precies. Ik heb een keer een stuk gecomponeerd. En dat was wat jullie net hoorden. Daar hoorden jullie de opname van. Dat was de eerste minuut. Waarbij het stemmen van het orkest geleidelijk overgaat in de rest van het stuk. Dus wat we net hoorden, daarin waren al een aantal partijen, die waren al precies uitgeschreven en het was al een beetje georganiseerd. De dirigent die stond zo een beetje tussen het orkest en die zei van oké, nu jullie. Maar het was nog niet duidelijk dat het was begonnen volgens de regels van het concert. Nou, wat bleek dat het hele publiek totaal in de war was, want die waren nog aan het praten. En na afloop van het stuk kwamen ze bij me en ze zeiden: sorry, ik had het helemaal niet in de gaten dat je stuk was begonnen. En ik vond het hartstikke leuk, want iedereen moest zelf beslissen wanneer het stuk was begonnen of niet. Dat betekent dat mensen allemaal een moment hebben gehad waarbij ze dachten: er gebeurt iets. Dat is eigenlijk wel de moeite waard om naar te luisteren. Dus het was een actieve beslissing om naar een stuk te luisteren, in plaats van dat het gewoon gaat zoals het gaat. En ik merkte door zo'n regel te doorbreken van de concertzaal, hoezeer eigenlijk kunst zit opgesloten in hokjes en in vakjes. Het is precies bepaald dat je op het podium iets plaatsvindt wat voor jullie bedoeld is. En ik vind het ook heel leuk dat jullie aandachtig luisteren. Heb ik niet om hoeven vragen, maar blijkbaar is er zo'n regel. En die hebben jullie misschien ook helemaal niet van tevoren met de post gehad. Dat stond ook niet bij de deur. Maar waarschijnlijk kunnen jullie lezen aan hoe de stoelen staan en dat hier zo'n soort van meter is. Dat er een bepaald soort relatie tussen ons is waarbij ik mag praten en jullie heel stil zijn.
Dat is het zo geregeld, zo geordend. En dat is heel erg handig, vooral op dit moment. Ook in heel veel andere situaties is het enorm handig dat de wereld zo goed geordend is. En dat kunst een eigen plek heeft in het leven. Dat zie je heel fysiek, gewoon in een gebouw, een concertgebouw of een theater. En hoe beter een samenleving voor zijn kunst zorgt, hoe meer specifieke plekjes er zijn, hoe meer labeltjes er kan worden geplakt, dat er een speciaal huis is voor dans, een speciaal huis voor meme of voor experimenteel theater, dat is weer anders dan voor repertoire theater. Elke plek heeft zo zijn eigen regels, zijn eigen vorm. En ja, er wordt eigenlijk precies bepaald van dit is kunst en dit niet. Wij hebben geleerd om kunst dus goed te scheiden van normale leven. Om ook te zorgen dat als we hier een theaterervaring zouden hebben gehad, dat we duidelijk weten wanneer het is afgelopen. Dat er iets met doeken gebeurt of met een film, dat er titels komen. Dat dan het licht weer aangaat en dat je dan weer naar buiten kan. Dat is ook heel veilig, want dan weet je ook dat als je buiten iemand raar doet, dan kun je de politie bellen. Terwijl als je hier iemand raar doet, ja, dat is leuk. Maar zo is het ook. Als er muziek klinkt die heel vaag is en heel raar, zodra er een dirigent is geweest, die heeft gebogen, het licht is een beetje uitgegaan in de zaal en het gebeurt op het podium, dan is het zaak om daar het jouwe van te vinden, in ieder geval het tot je te nemen. Dan denk je, misschien wel interessant. Er zijn talloze plekken waar er rare geluiden zijn. Je hele leven zit zo vol rare geluiden. Maar ja, daar heb je geen tijd voor. Op dat moment is er iets anders aan de hand. Dan moet je naar je werk, of je hebt een andere taak, of er wordt iets van je verwacht. Dat is heel duidelijk, heel mooi geregeld, heel mooi geordend. Nou, die ordening, dat is nog niet zo lang. Misschien, volgens mij, iets van 150 jaar of zo, dat kunst een aparte plek heeft gekregen. Dat concertgebouw is gebouwd. In eerste instantie stonden er nog allemaal tafeltjes, dat mensen lekker konden sigaren roken, koffie drinken en praten tijdens het concert. Die zijn er later uitgehaald. Net als het museum op een gegeven moment wit werd geschilderd om alle storende factoren buiten te sluiten. Zodat de muziek zo, of de kunst in het algemeen zo puur mogelijk tot zijn recht kon komen. En zo is kunst steeds meer een eigen ding geworden. Wist je dat er in heel veel culturen geen eens een woord voor kunst bestaat? Kunst was altijd gewoon verweven met iets anders. Je had misschien een woord voor een bepaald soort moment in het jaar, een bepaald soort ritueel. Daar vanzelfsprekend hoort muziek erbij, hoort dans erbij, horen allerlei zaken die wij kunst noemen, die zijn daarmee verweven. Om dat een apart begrip te geven, dat is eigenlijk een westerse ontdekking. En om kunst zo op een voetstuk te zetten, maakt het heel leuk om het te bekijken. Je kunt in een museum dus heel mooi zien wat er allemaal voor prachtige zaken zijn, maar er is ook een afstand. Er is een afstand hier heel fysiek van een soort van 1,5 meter, maar ook een soort van enorme hoogte. En daarmee staat er dus een groot verschil tussen podium en zaal, tussen maker en publiek. Kunst is ook professioneel geworden. Ook dat is misschien 150 jaar geleden een beetje in gang gebracht. We hebben als het ware het uiten van gevoelens geoutsourced en professionals die zorgen dat die gevoelens op een hele mooie, verfijnde manier naar jullie toe worden gebracht. Het hoogste niveau, en dan zijn ze heel acceptabel. En dan kun je ervoor openstellen. En dan is het moment om van gevoelens en van emoties, soms zelfs van verknipte zaken, om daarvan te genieten of daarover te verbazen of om daar geraakt van te worden. Totdat weer het doek dicht gaat of de voorstelling klaar is. Dus kunst is een soort van reservaatje geworden. Een soort van
laboratorium waar allerlei emoties een plek kunnen hebben, maar wat wel heel keurig geregeld is, zodat het niet de rest van de wereld hoeft te beïnvloeden en kan verstoren. Nou, dat is eigenlijk raar, vind ik. Want als kunst, het gaat over emoties, het gaat over gevoelens, misschien zelfs gevoelens die je niet in woorden kan uiten. En iedereen heeft toch gevoelens, zou je zeggen. En gevoelens die je niet precies kan omschrijven. Nou, daar ziet kunst een fantastische manier, een soort palet van heel veel fijne kleuren, terwijl woorden toch vaak heel zwart-wit zijn. Dus kunst kan zo'n belangrijke rol spelen, juist om dat te zeggen, ja, wat gewoon waar een zekere twijfel een rol speelt, of een zekere dubbelzinnigheid een rol speelt. Het is al heel makkelijk om de hele wereld allemaal in heldere concepten in te delen, alles rationeel aan te pakken, overal iets van te snappen. Maar ja, er zijn toch altijd gelaagdheden, realiteiten die achter elkaar zitten. En ja, het is eigenlijk een hele grote uitdaging om die ook een plek te geven. En juist binnen de kunst is dat fantastisch. En is dat heel erg mogelijk. Nou, dus dat is iets voor iedereen. Niemand leeft zonder emoties. Dus het is eigenlijk heel absurd dat we dat outsourcen en aan professionals overlaten. Nou, een kunstwerk is een ervaring. Maar wat nog veel grotere ervaring is, is natuurlijk de plek en hoe het kunstwerk wordt neergezet. Bijvoorbeeld een museum, ja, is een specifieke ervaring. Kunstwerken zelf, die kunnen mooi zijn of minder mooi zijn, om in het museum te lopen, ja, dat heeft een bepaald soort sereniteit, een soort sfeer. Dat is het concertgebouw, is ook weer een andere ervaring. En de muziek past er heel mooi in, maar het is toch uiteindelijk een totaalervaring die je aangaat. Het is ook heel grappig dat we bepaalde professionals inhuren om het kunstwerk te maken en anderen die doen weer andere dingen. En uiteindelijk wordt je ervaring dus bepaald door een zekere toevallige samenloop van omstandigheden. In een museum heb je heel veel mooie zaken en het is heel duidelijk dat bijvoorbeeld een brandblusser of een lichtknopje geen kunstwerk is. En dat een kunstwerk wel een kunstwerk is. En hoe kun je dat? Ik weet niet of iemand weet hoe je dat kunt weten. Ja. Het naamkaartje, ja. Dus, ik heb wel eens iets gezien in de museumzaal en dacht, waar is het naamkaartje? Want als ik hier nu zo bij ga staan, dan word ik misschien voor gek verklaard, want dat is dan een bijzonder uitbordje van een andere cultuur wat ik niet begrijp. Maar dankzij het naamkaartje begrijpen we, oké, naam, jaartal. En we kunnen het letterlijk een labeltje geven. Dat is een opluchting, want dan weten we hoe wij ons ertoe moeten verhouden. Want de kunst zelf is, ja, is ingewikkeld en het is gewoon doodeng om zelf die beslissing te moeten maken. Dus kunstwerken worden allemaal in het museum gezet, wordt een naamkaartje gemaakt, zodat wij gewoon prima kunnen zien in een veilige omgeving. Kunnen we ons openstellen voor schoonheid op het moment dat het mag, op het moment dat het niet raar is. We kunnen de tijd nemen, het museum mag het stil zijn, het is niet raar als iemand zo staat. Terwijl midden op straat als iemand staat en dan vraag je, gaat het? En dan zegt hij, dat is mooi. Dat is toch heel raar. Dus gelukkig hebben we daar musea voor. Ik heb een paar plaatjes. Deze man. Dat kan je je voorstellen. Hij is heel bijzonder. Hij heeft iets gedaan wat eigenlijk helemaal het tegenovergestelde is van waar het museum voor bedoeld is. Dit is Sverrir Hermansson. Hij woont in een dorpje in IJsland. Laat nog maar meer zien. Hij heeft een museum gemaakt van dingen. En zo ziet het eruit. Het hele museum is vol met dingen.
En het is zo bijzonder, want er komen ook heel veel mensen om te zien hoe mooi al die dingen zijn. Dat is echt fantastisch. Dus hij heeft als het ware geprobeerd het gewone leven het museum in te halen. En daarmee maakt hij misschien wel een kunstervaring, een ervaring van schoonheid, die gaat over normale dingen. Misschien als je later met iets in je hand staat en je herkent het vanuit het museum, dat het wel extra meerwaarde heeft. Dit is bijvoorbeeld een kunstwerk wat dan niet in een museum staat, maar midden in de wereld is gezet. Maar het is voor de zekerheid rood geschilderd, zodat iedereen weet, pas op, dit dient nergens voor. En daarom is het kunst. Dus je kunt het in ieder geval een labeltje geven, een plaatje geven. Je hoeft er dus niet iets mee. Je kunt gewoon denken, oh, kunstwerk, en kun je doorlopen. Je ziet toch verder niemand, niemand staan of zo, of zitten of kijken. Het is heel belangrijk. Serra, de grote beeldhouwer, heeft magnifieke grote stukken ijzer neergezet. En ook dat is kunst. En het is heel prachtig, heel indrukwekkend. Ik vind het serieus, ik ben een groot kunstliefhebber. En dit is, was in Grand Palais, het grootste museum misschien wel ter wereld. Waar hij hele grote metalen ijzer dingen neer had gezet. Dat was een hele indrukwekkende tentoonstelling. Dit is een ander werk van hem. Ook van hetzelfde roestige staal. Alleen, daar zijn mensen die zijn daar hun voetstap op aan het zetten. En in één keer gebeurt er wat en is als het ware afstand doorbroken tussen het publiek en toch het heilige kunstwerk. Want zo is dat. Dat wordt je niet aankomen. Zeker een heiligheid. Dus hier is een interactie gaande. Het publiek heeft ineens een relatie met dat kunstwerk. En nou, iedereen vraagt zich af, hoe komt dit voetstap daar zo heel hoog? Is dat geweest? En alleen Serra die was pissnijdig. Oh ja, dit kennen jullie misschien. Het is natuurlijk geniaal dat je probeert te kijken van wat is nou iets wat heel veel mensen mooi vinden. Behalve de mensen die naar het museum gaan, die vinden het vreselijk. Want die hebben geleerd dat als het mooi is, dat het dan misschien een beetje verdacht is. En dat je dan extra moet kijken dat het eigenlijk heel lelijk is. Maar als je het dan in een museum zet, dan is het weer heel verdomd interessant. Omdat de vraag is, wat doet het daar? Op dit moment stond datzelfde beeldje in Versailles. In een hele pronkerige omgeving. Daar past het als het ware weer heel mooi in de omgeving tussen alle prularia. Daar werd het kunstwerk nog veel beter. Want dan kun je nog veel meer van in verwarring raken. En van gaan zoeken wat er precies aan de hand is. Precies de bedoeling is. Ik heb zomaar een paar plaatjes op een rij gezet. Dit was een foto die ik vond. Toen dacht ik, het is niet Vermeer, dat zag ik wel. Het is ook niet Delft zoals wij dat kennen. Maar de schoonheid, de sereniteit, en het moet een soort van surrealistisch beeld zijn. Is gewoon een fotograaf, hij heeft verder niks veranderd aan de omgeving. Hij was daar op dat moment dit voor ons te vatten, dit moment te pakken. Daarmee heeft hij natuurlijk als het ware een brokje magie van het leven toegankelijk gemaakt door er een foto van te maken. Terwijl, net als een fotograaf misschien een boom kan fotograferen waar je elke dag langs loopt, je hebt er op dat moment geen tijd voor. Terwijl in een galerie, als mooi die foto staat, dat is het moment om je ervoor open te stellen en om het als het ware tot je te laten komen. En dit is ook het moment dat wij eventjes toegang krijgen tot de schoonheid van die wereld. Fantastisch! Dankzij de fotograaf die dit gezien heeft. Die dacht, mooi,
maak ik een foto van. Waarschijnlijk die gast op dat erf. Die dacht, ja, wat doet die kunstenaar hier met de foto? Ja, heb je meer? Ja. Leuk. Oh ja. In Drachten. Er was op een gegeven moment de gracht gedempt, misschien al 50 jaar geleden of zo. Er kwam een monument voor de gracht. En in de lokale krant stond 75.000 euro. Zeiden de mensen, nou, dat is geldverspilling. Ja. Ja, ik vind het prachtig. Het gaat in ieder geval een soort van chemie aan met de omgeving. En het rare is dat die mensen die zeggen van 75.000 euro is geldverspilling, totaal geen idee hebben wat een Holland Festival kost, enzovoort, enzovoort. Of allerlei grote andere kunstwerken waar ze totaal niet naartoe gaan in het museum. Terwijl als het zo ineens voor je voeten is, dan wekt het natuurlijk allerlei reactie op. En dan zoeken mensen naar in ieder geval een manier om er zelf een reactie op te hebben. Ik zou niet precies weten wat je er meteen van moet vinden. En dat is nou het leuke van kunst. Maar ja, het is wel een uitvlucht als je dan weet hoe duur het is. Dan weet je meteen wat je ervan moet vinden. Oh ja, die ken je ook eens. Oh, ja, geniaal. Want op dat moment om iets uit het normale leven in een museum te zetten, daar raakt iedereen van in de war. Want dat vertelt natuurlijk vooral over wat het museum betekent en wat jouw waarneming betekent. En dat de beslissing om iets als kunst te ervaren bij jouzelf ligt. Dus dat is heel fijn, want dat geeft ons eindelijk weer de kracht om in het museum rond te gaan kijken. En misschien ook wel eventjes door die brandblusser gefascineerd te zijn. Ik denk door het te signeren, ja, zet hij er toch weer een labeltje op. Denken ze, oh die gast, oh die ken ik. Ja, ja. En zeker ook, ongetwijfeld voor jullie, ja, je kent het plaatje, oh dat was dan en dan. Dat wordt dan gezien als een soort van rebellerende actie. Daarmee is het helemaal niet meer interessant. Terwijl puur om dat in een museum te zetten en echt de vraag te stellen, ja maar, moet het dan mooi zijn? Want heel veel andere dingen zijn ook niet mooi. Het gaat puur om kijken. En het feit dat het museum een plek is om te kijken en dat dat mooi is, het feit dat wij kunnen kijken en dat we zo knap zijn met waarnemen, dat is uiteindelijk de echte rol van het museum. Niet zozeer dat het ding zelf zo bijzonder is. Nog iets? Oh ja. Een soort van opvolger. Jaren 60. Dit is een kunstenaar die de gracht in fietst als kunstwerk. Vind ik gaaf. Vooral omdat je dan kan denken van, wat bevrijdend is dat. En wat fijn dat kunst bestaat, want dan mag je de gracht in fietsen. Zeker als je kunstenaar bent. En wat heerlijk zou het toch zijn als het ook sowieso mocht. Maar ja, dat weet ik niet. Ik heb gewoon geen reden om thuis te komen helemaal nat en alles. Te zeggen, ja, ik ben de gracht in gefietst. En het was niemands schuld. Dus misschien vandaar dat mensen graag kunstenaar willen zijn, want dan mag heel erg veel. Persoonlijk vind ik dit misschien wel het meest artistieke wat er bestaat. Want bij mij, ik ben totaal in de war ervan. Wat moet je er nou van vinden? Dat is toch gek? En tegelijkertijd is het toch ook wel heel gruwelijk. Maar je kent het inderdaad onderhand, dus het krijgt heel veel laagjes. Je weet ook dat er een meesterlijk grappige schilder dat kan maken in een handomdraai. En dat er dan in allerlei huiskamers zich tafereelen afspelen wat nog veel interessanter is. Maar mensen denken, het lijkt zo makkelijk. Dus een soort van virtuositeit. Nou, ik weet niet wat ik ermee moet. En juist het feit dat ik er dus niet echt een definitief labeltje op kan plakken, maakt dat het een beetje rond blijft zingen. Dat het me bezighoudt, dat het me vasthoudt. En die kracht, het feit dat kunst juist kan vertragen, zodat je, ja, in een soort van staat van verwondering raakt,
dat is een enorm kracht van kunst. Is er nog iets? Oh ja, is hier iemand? Wie is hier geweest? Hoe lang ben je gebleven? Zeker een uur. Een uur? Dus alleen in deze zaal. Ja. En jij? Ja, minstens een uur. Ja. Nou. Mocht je er niet geweest zijn, het was een grote ruimte met een soort oranje licht. En iedereen bleef. Terwijl dat de rest van het museum, want dit was de grote ruimte en er waren ook allemaal kleine ruimten, daar hingen ze hoor. Picasso en Monet, Chagall en iedereen op een rijtje. En het publiek ging ongeveer zo langs en ongeveer als je uitreekt zo anderhalf seconde per schilderij, soms is 3 seconden, soms is 2. Ik ben blij dat ik componist ben, want ik kan zeggen, zitten, een stuk door 10 minuten, dat is pech voor jullie, of niet? Maar jullie gaan wel van begin tot het eind luisteren. Maar dat is met als beeldkunstenaar is dat vreselijk, want het publiek bepaalt gewoon zelf, stel ik me ervoor open of niet. Dit moment, magische manier, wist deze kunstenaar iets te raken wat een ervaring was. Wat gewoon duidelijk was van, je mag hier zijn. Je mag hier blijven, je mag hier doen wat je doet. En mensen bleven dus. Kortom, hij wist de tijd te vertragen. En het meesterwerk van Monet, op het moment dat mensen 2 seconden later weer verder lopen, dan is dat geen kunstervaring geweest, durf ik te beweren. Het is een leuk iets om over te discussiëren. Misschien dat we daar straks nog tijd voor hebben. Maar laat ik gewoon zeggen, mijn idee is, een kunstervaring, dat is iets wat in jezelf plaatsvindt en wat dus niet al het object zelf is. Alleen een mens kan dat echt ervaren. En als het lang duurt, heb je blijkbaar tijd nodig om dat helemaal te verwerken, dan kan het iets met je doen. Terwijl als je puur denkt, oh dat is een plaatje, typisch impressionisme, waarschijnlijk Monet-achtig, iets 1886. Ja. Yo, 2 jaar. Nou oké, ik zat er 2 jaar naast, volgende keer beter. Zo loop ik ook wel door een museum. Dat is meer een quiz. En dan, dat is ook heel leuk. Maar dat is, ik vind dat geen kunst. Dat is, maar het kan misschien heel mooi zijn. En dat kan ook heel, heel snel weer voorbij zijn. Zoals veel schoonheid soms alleen eventjes op de fiets langs je komt fietsen en weer vertrokken is. Maar kunst is anders. Heb je nog iets? Oh ja. Het volgende wat ik jullie wil laten zien, is echt een beetje chockerend. Weet u niet of jullie wel eens beelden, dingen hebben gezien die... je mag wegkijken. Het geluid is niet eng. Heb je geluid? Ja. Doorspoelen uit een uur daar viool staan spelen. Dus de samenvatting. Deze violist, dat is Joshua Bell, de beroemdste ter wereld. Het was een ochtend in Washington. Diezelfde avond zou hij op gaan treden in dezelfde concertzaal daar in de buurt. Voor het publiek wat ook een beetje in deze wijk woont. Het was uitverkocht. Kaartjes waren $500 per stoel. Hij heeft hier een uur lang staan spelen. En niet een beetje staan piepen, hij heeft zich volgegeven. En hij speelde ook niet zomaar wat. Johann Sebastian Bach. Gewoon meteen de beste componist, althans de meeste mensen zijn het erover eens. En dan ook nog Chaconne, de sonate, echt zijn topstukken. Als dat niet genoeg is om mensen even te laten stilstaan, wat dan wel, in hemelsnaam. Kun je je voorstellen hoe ik me voelde als je met kunst bezig bent en je ziet op een gegeven moment dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt als je meesterwerk maakt. Dat dat er helemaal niet toe doet. Dat het eigenlijk
veel belangrijker is dat je gewoon zegt, kaartjes $500, Joshua Bell is beroemd, het wordt een avond waar je gezien wordt, tussen allemaal mensen die je misschien kent of wil kennen, daar komen mensen blijkbaar voor naar een concert. Ik vond het, ja, chockerend. Natuurlijk wordt een enkeling wel degelijk geraakt in een concertzaal. Zeker als je weet dat het €500 of dollar heeft gekocht. Dan probeer je echt wat te laten raken. Want dan wil je natuurlijk later kunnen zeggen, wauw, dat was worth any penny. Dat was de volle prijs. Dan ben ik zo blij dat ik dat gedaan heb. Ik heb me afgevraagd hoe dit nou toch mogelijk is. Toen kwam een ander chockerend moment. Ik heb een dochter van 2 jaar oud. Zij kreeg een boekje van de kraamvisite. Dus toen ze nog maar... iets anders. Heb je nog een boekje? En niet schrikken, dit keer ook niet. Kijk. Dit, het idee was dat ik aan haar zou uitleggen... varken. Terwijl het slaat nergens op. Het lijkt echt totaal niet op een varken. Als je welke varken hebt meegemaakt, of gevoeld, of geaaid, of geroken. Dat is in alle manieren het tegenovergestelde van dit. Maar het idee is dat wij tegen het kind zeggen, kijk, krulstaart, neusje, varken. Oké, door, volgende. Zo snel mogelijk. En... koe. Terwijl dat slaat nergens op. Dat hoofd, dat klopt niet. En een koe kwijlt normaal heel erg en maakt allerlei geluiden. En, maar goed, dit is koe. Genoeg. Oké, volgende. Kip. En zo ging het hele boekje maar door. De een naar de andere. Dacht ik, hoe, wat is daarvan nou een hemelsnaam doel? Want we staan, althans we, rond de box echt zo. Ja, yeah, goed. Volgende. Ja, goed gedaan. Blijkbaar willen we dat kinderen zo snel mogelijk, in plaats van waarnemen, observeren, een soort van labeltje kunnen plakken. En dat betekent dat je maar een paar tipjes nodig hebt, een paar hinten nodig hebt om je conclusie te trekken. Zo leven we. Het is super makkelijk. Ik hoef bij heel veel dingen niet na te denken. Want ik denk van, oh, dit is dit, dit is dat, dit is dat. Dat ken ik, dat snap ik. En zo vanochtend... stond ik ergens te wachten en toen kwam er iets heel gewelddadigs aan. Iets met heel heftig geluid en groot, geel, dat is de kleur van agressie. Het kwam aan, grote beweging, stopte en ben gewoon naar binnen gewandeld. Ik dacht, oké, trein, klaar, instappen, doorgaan. Terwijl, ik heb helemaal niet even getest of het wel echt klopte. Of het echt een trein was, ik heb het niet gevoeld, ik heb geen... Dus superhandig, want anders was ik hier niet op tijd geweest misschien. Was ik nu nog aan het checken. Wat is het nou echt? Dat duurt heel lang. Dus het is heerlijk dat wij ook in een restaurant meteen weten dat het niet brutaal is om tegen iemand te zeggen, hey, sorry. Terwijl tegen iemand anders, die toevallig een beetje ander gedrag heeft, dan weet je meteen, nee, dan moet je tegen die niet zeggen. Dat is een plan. Dat is het over. Superhandig. Als je dat nou echt eerst helemaal moet onderzoeken, nou, kortom, we leven in het herkennen van patronen. Die patronen maken ons bestaan super makkelijk, super handig. Maar het maken ons bestaan ook op bepaalde manier heel erg eendimensionaal. Het gaat om de buitenkant. Het gaat om hoe het werkt. En dat is zus of zo. Maar het is één ding, dat is jouw beslissing. Dat is jouw label, die plak je erop. En dan deal je er maar mee. Dus die onderzoeksfase... Ja, dat is het idee dat je dat door kennis en ervaring zo kort mogelijk maakt. Dat je misschien soms even denkt, oh ja, ik snap het. Want als je te lang in verwarring bent, ja, dat komt toch een beetje lullig over, of onzeker over, of alsof je niet helemaal lekker bent. Dus je wil zelfverzekerd overkomen, dus je doet alles lekker snel en handig. Nou, dat begint dus al in de box, om dat de kids te leren. Maar dat gaat door op het moment dat we het over kunst hebben. Maar dit is, daar is dit voor de bedoeling. Of dit was de reden van de kunstenaar waarom hij dat heeft gedaan. En in een brief liet Tchaikovsky weten aan zijn weduwnaar dat bla 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 bla. Zodat dat stuk heel dramatisch is en dat je dat dan begrijpt daardoor.
zo. En zo heeft elk kunstwerk een verhaal. En juist dat verhaal, dat brengt nou het mysterie weer om zeep. Precies, de uitleg van een kunstwerk kan het weer helemaal verpesten. Het feit dat je iets als kunst presenteert, maakt altijd verdenken over zijn kunstwerk. Dus ook dat haalt al een heel groot gedeelte van het mysterie weg. Van de kans die kunst biedt om op onderzoek te gaan. Om je open te stellen, om te kijken van ja, maar wat zit er nou achter? En om daar de tijd voor te nemen. Ongelooflijk zonde. Ik ben heel blij dat ik componist ben en niet een beeldkunstenaar, zodat mensen niet weg kunnen lopen. En mensen gewoon dat ik zeg, oké, 10 minuten, blijf zitten. Kan ik met iets beginnen, wat aanvankelijk heel, heel vaag is, geleidelijk leidt tot iets. Ik wil je nog één ding laten zien. En dat was eigenlijk een moment, dat is een kunstwerk van mezelf. Maar omdat ik het op een hele moeilijke plek ging maken, niet alleen kunst in de wereld, maar zelfs ook kunst midden in shit ergens, namelijk in Cyprus aan weerszijden van de bufferzone, waar Turken en Grieken nog steeds met wapens tegenover elkaar staan, de VN daartussen loopt. Wist je dat het $1 miljoen per dag kost dat de VN is in Cyprus? Terwijl we waarschijnlijk allemaal vandaag niks in de krant hebben gelezen waarvan we denken, oh, daar moet de VN naartoe. Maar oké, dat terzijde. Ik was verbaasd en gefascineerd door het project en toen ben ik gaan werken om muziekstuk te maken aan weerszijden van de bufferzone, waarbij ik de mensen op het dak liet staan om toch samen muziek te maken. Kun je een klein stukje laten zien? Ja. I'm going to plant a tree down by the green light. Down by the green light. We are all going to sit in the shade and call no one an enemy. Waarin we uitlegden wat onze bedoeling was, wat de reden er was. Het was ook niet een protest of een slogan. Het was niet pro-Grieks-Cypriotisch of pro-Turk-Cypriotisch. Het was totaal vaag. Mensen op het dak die soms ineens begonnen te zingen of te rommelen of een trompet begonnen te spelen. Dan was het weer stil, hoorde je uit de verte wat. Het duurde een uur. En het publiek wat er was, snapte dus totaal niet wat we bedoelden. En daarom was het publiek eigenlijk in een soort van enorme open situatie. En ja, stelde zich eigenlijk open voor die plek. En het feit dat die stad zo anders is en zo absurd is. Zonder dat er meteen wordt gezegd wat er moet veranderen. Zodat mensen misschien een beetje ruimte vinden om er zelf over na te denken. Want het idee waar je zelf op komt is 1000 keer waardevoller dan iets wat je verteld wordt. Dus dit zeg ik allemaal pas jaren later, want dat kon ik toen allemaal nog niet onder woorden brengen. Maar juist het feit dat daar mensen waren en dat ze het niet begrepen, was misschien wel veel waardevoller dan als het stuk helemaal ook helemaal goed was gegaan. Want er gingen van allerlei dingen mis. Je moet je voorstellen dat je zo moet communiceren. Op een bepaald moment waren een aantal muzikanten helemaal het schema kwijt. Toen werd het ineens stil en ik was aan het stressen. Ik dacht, oké, er is iemand die moet nu spelen en het gebeurt niet. En het publiek was aan het luisteren. En je hoorde in verte een haan kraaien, het verkeersgeluid. En ineens hoorde je dat er een timmerman bezig was aan de andere kant van de bufferzone. Dat was veel ontroerender eigenlijk nog dan al die verhalen die gaan over die vijand en over het vredesproces en zaken waar mensen helemaal ziek van zijn. Maar juist die alledaagse geluiden, die hadden mensen nooit gehoord. Want normaal kom je daar niet zo dichtbij in de buurt. Een beetje als een nare plek. Maar nu bracht het kunstwerk in feite niet zozeer
zelf iets, maar bracht eerder een soort openheid waarin eigenlijk normaal leven ervaren had kunnen worden. Juist die normale leven is onwijs moeilijk om te zien op het moment dat je in een probleem of een conflict of in een trauma of in een andere situatie zit. Ik ga iets proberen. Moment, ik moet even iets pakken. Dit is precies wat het is. Ik ga dit geen meesterwerk noemen. En laten we het een keertje heel anders inzetten. Ik wil een solist. Ja, kom ver. Nou, we gaan maar op het podium staan. Dat is iemand anders. Hoe heet je? Basem. Yeah.
heel leuk. Eigenlijk overstemt misschien weer een grote afsluiting, wat gewoon natuurlijk wel weer een heel mooie klassieke samenverzang is. Overstemt misschien ook het moment juist daarvoor, toen ik nog helemaal niks deed en geen dwang toepaste. Toen er kleine geluidjes en klankjes ontstonden die misschien helemaal niet zo bijzonder waren. Maar ik was heel erg aan het luisteren. En soms is het moment om te luisteren nog veel waardevoller dan uiteindelijk als we uit volle borst mee gaan doen. Natuurlijk, dat is leuk. En luisteren naar iets wat onbekend is, is misschien een beetje ongemakkelijk. Maar daar gaan we allerlei deurtjes open richting ja, toch het nieuwe of het onbekende. De wereld ja, waar inderdaad emoties misschien complex zijn, waar niet alle kennis eenduidig is. Dat is een enorm rijke wereld. Want die wereld te ontdekken, dat zie ik als de ware taak van ons. Dank jullie wel.